maar wij maken niet zoveel fouten. Nee, maar alleen de keeper. En normaal doen jij, de keepers zijn gekken. Van de cameraman moet ik wat leuks over vorige week zeggen, maar dat ga ik niet doen. Dus zijn we weer terug in de vijfde klasse. Vergeet de klassieker, want vandaag staat er een streekderby op het programma. We zijn in de Achterhoek in Halle, waar SV Halle het gaat opnemen tegen Westerdorp. Vandaag staat er een belangrijke pot op het programma, toch? Ja, denk een leuke streekderby. Denk dat van alles weer geregeld hier. Vorig jaar hebben we ook tegen Westerdorp gespeeld. En ja, dat zijn leuke wedstrijden. Daar doe je dat voor. Derby's wordt het vaak altijd nog wel lastig. Dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Ja, er gaan altijd wel gekke dingen gebeuren. Het gaat nog wel een beetje uit de hand lopen, denk ik. We staan net onder Westerdorp, één puntje, dacht ik. Dus het is echt een 6-punten-wedstrijd. Ik ben toevallig vorige week een weekje in Griekenland geweest. En toen heeft Leon het overgenomen. We hebben 2-0 verloren, dus we hebben vandaag wat recht te zetten. Het is weer tijd voor de Toto. Drie wedstrijden vandaag. Ajax-Feyenoord, wat gaat het worden? Ajax. Ja, waarom? We zijn net even iets beter. Tweede wedstrijd, Willem II-Utrecht. Wat gaat het worden, denk je? Willem II. Ja, Willem II? Ik hou van gokken. En dan gaan we naar de laatste wedstrijd. Die is in de Premier League. Dat is Crystal Palace tegen Arsenal. Wat gaat het worden? Ik denk Arsenal uit. Jullie maken kans op €339. Nou, dat is super. Waar gaat kantine. Dat naartoe, denk je? Direct naar de kantine. Ja, het moet gewoon even gebeuren. Het is aanhaken of je kunt het hele jaar er weer achteraan lopen. Dus het is aan jullie, niet meer aan mij. Ja mensen, dit wordt een potje hoor. Sportvereniging Halle tegen Westendorp. Een derby waarbij niet alleen de punten op het spel staan, maar ook erekijkers, rookbommen, vuurwerk. Alles is in gereedheid gebracht voor een geweldige en spectaculaire middag tussen deze twee ploegen. Waarbij Halle eigenlijk, ja gezien de recente geschiedenis, toch wel de favoriet moet zijn. Ik weet niet wat dit dan is, regie. Nou zeg regie, wat een schakelfout zeg. Waardoor we de 0-1 missen van Frank Lubbers. Ja, ik hoop dat ze in de regiekamer straks even wat beter op gaan letten. Maar de staat is 0-1 en hopelijk is ook Halle hierna wakker geworden. Al wil dit nog niet helemaal lukken. En is het zelfs even oppassen dat de underdog, de bezoekers, er geen 0-2 van maken. Oei, dat scheelde toch heel erg weinig. Dan Halle met een niet te missen kans. Maar ja, je voelt wel aankomen, die gaan ze dan missen. Zo lijken ze met een kleine achterstand de rust in te gaan tot deze kanonskogel van niemand minder dan. En dan gaan we even op het formulier kijken. Het is Lennart Rooks, mensen. Met zijn linker verwoestend uithalen. En dan wordt het toch vlak voor rust 1-1. Dan gaan we even de kantine in voor een diepte-interview. DJ Hoppa. Hoppa. Hoe verzorgt u nou een feest hier? Nou, lekker. Hoe? Het feest komt zo straks, joh, na de afloop. Ja? Ja, we gaan eerst even voetballen kijken en dan gaan we feest vieren hier. DJ Hoppa. DJ Hoppa. Hoppa. Het mag en het kan. Omdat het lekker is en omdat het gezellig is. Hoppa. Ja, hoppa. Dus wat een inhoudelijk sterke bijdrage. Hein, bedankt voor dit interview. Laten we hopen dat ook Halle dan sterk begint. En dat doen ze zeker. Jazeker. Lennart Rooks met de 2-1 direct naar rust als een flipperkast. Ding, ding, ding gaat die bal erin. En dan wil Halle het meteen afmaken. Maar dat lukt dan niet. Het houdt Westendorp in leven. En die komen gewoon terug. Weer Frank Lubbers. De muur staat rechts. En hij denkt, nou, dan schiet ik hem links binnen. Halle moet meteen reageren. Maar ditmaal staat William Bel zijn mannetje. De harde kern laat zich nog één keer horen. En dan is hij Twan Bolsink. Ja hoor. Vlak voor tijd. Wat een geweldige goal. De camera kan hem amper volgen. Maar Bolsink maakt vlak voor tijd de 3-2. Is het dan gebeurd? Nee, want het wordt een krakzinnige middag met hier de 3-3. Richard Limbeek met de 3-3. Vlak voor tijd. Halle, hoe kan je dit nog weggeven? Dan in het dying seconds doen ze er nog alles aan om deze derby over de streep te trekken. Dan hier via de lat komt hij terug. Thijs ten Brinke. En dan gaat hij erin. Hoe is het mogelijk? Thijs ten Brinke. Goal, 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 goal. Halle 4-3. Sportpark de Meisterskamp. Schud op haar grondvesten, want de winnende 4-3 wordt hier in de dying seconds gemaakt. Thijs ten Brinke met een afschuwelijke kopbal die er toch in gaat. En zo wint Halle met 4-3. Geweldige wedstrijd. Ja, ik maak hier zelf die fout bij die dat was 3-3. En dat is wel mooi dat je het zelf op kunt knappen voorin. Het publiek was uitbundig. Geweldig. Ja, terwijl de jongens hier nog even feest vieren, gaan wij ook feest vieren. Want we zijn gepromoveerd naar de vierde klasse. Ken je dus nog een leuke club? Meld je netjes aan hieronder. En dan zien we je volgend weekend terug. Doei doei! En ik zeg ook,
wij hebben een kutkeeper. En dat was vandaag duidelijk zichtbaar. Dankjewel, Kar. Kort, doe dat. Jongens, jullie zijn kanjes.